Kijk eens, 1.4 en 1.3 sneller. Dat is een behoorlijk gat. En Snelling ging in de finale ook nog naar de 30ers. Het was een prima vlakke race, maar te langzaam lijkt het. Want het gat wordt groter. 1.7 en 1.4. En ik vermoed dat er nog een versnelling gaat komen van Bergsma in het laatste gedeelte. Maar Bergsma zoekt ook. 9.7 voor Bergsma. Beide mannen winnen elke ronde ten opzichte van Bo Snelling. Ja, je hebt gelijk. Bergsma begint nu te knokken. De hoek is niet meer de hoek zoals die moet zijn. En bij het uitkomen van de bocht is het nog 3 ronden te gaan. Marge is toch redelijk veilig nu voor Bergsma, maar als je helemaal kapot gaat. Zo makkelijk als hij de 3000 reed. Het zou sensationeel zijn als hij hier in een rechtstreeks duel geklopt werd door Bosker. Bosker is goed, hè? Bergsma gaat nog voorlangs bij de kruising, maar Bosker zit er vlak achter. Bosker rijdt heel makkelijk. Beide mannen onder de tijd van Snelling. En dat betekent dat zowel Bosker als Bergsma... Roest is van een ongekende klasse, eenzame hoogte. Maar wat we hier gaan zien is toch spectaculair. Bosker die afstand neemt van Bergsma, de kampioen van vorig jaar. Oei. Snelling weet het. Hij gaat zich niet plaatsen op de 5 kilometer. Dit is dan de eerste grote tegenslag dit seizoen. Voor deze jonge jongen. En Bergsma heeft het hele jaar niet gezien. 2 keer ziek geweest. En op klasse, op ervaring, komt hij heel dichtbij richting de bel. En dan gaat het nog een gevecht worden om de eer. Maar beide mannen plaatsen zich in de top 3. Bij het horen van de bel, nagenoeg gelijk. 28er van Bergsma. Spektakel in die helft, ten koste van Snelling. Bosker profiteert ook en heeft nog de binnenbocht. Beide mannen willen winnen. Voor beide mannen zitten ze aan de veilige kant van de streep. Kijk eens, daar komt Bosker. Maar 100 meter en Bergsma, nou wat mooi. Dit hebben we vaker gezien dit seizoen. Toen was het tegen Roest. Nu is het tegen Bosker. En Bosker pakt hem in de laatste meters. Sensationeel. 6.12.95 en 6.13.37. Dit had hij even nodig, hè? Bosker. Dus daarmee pakt Regenborg de plaatsen 1 en 2. Wie had dat gedacht? En 6.13, ja. Hele jaar nog niet goed gereden. Het is zijn tweede tijd ooit in Tielf. Reed ooit 6.9 en een keer 6.13. Goed gedaan, hoor. Die Bosker, die bijter.